We hebben om 8:30 van het nieuws gehoord en om 9:00 hebben we besloten de excursie van donderdag af te blazen. Dat was geen discussie? Nee, het was geen enkele discussie. Het dreigingsniveau was 3. Het dreigde opgeschaald te worden naar 4. Maar 3 of 4 maakt niet uit. Je neemt geen risico's met andermans kinderen. Wat wilde u gaan doen met de leerlingen in Brussel? De leerlingen die hebben Frans in het pakket. Die zitten in 6 VWO. En gepland was een bezoek aan het Europese parlement en een aantal musea. De bedoeling was dat ze de hele dag ondergedompeld zouden worden in de Franse taal. En daar hadden ze ontzettend veel zin in. Dus het was wel even slikken, maar iedereen snapt het besluit. Ja. Wat betekent dit nou voor dit studieprogramma? Is dit afgelast of gaan de leerlingen in een herkansing? Nee, het is voorlopig afgelast en we gaan later met elkaar in gesprek of er wellicht een herhaling kan plaatsvinden. Ja. Maar er is weinig tijd. Het zijn 6 VWO-leerlingen en over een paar weken beginnen de centrale examens. Dus vermoedelijk is er geen nieuwe kans meer. Ja, jammer natuurlijk, maar begrijpelijk. Ik bedoel, ik hoorde al van veel mensen uit mijn klas, die waren überhaupt niet meer van plan te gaan wat de school besloot. Maar ja, iedereen heeft er begrip voor, dus ja, dat is eigenlijk het gevoel wat heerst. Ja, wel begrijpelijk, want ja, met die dreiging natuurlijk is het gewoon niet te doen voor de school om de verantwoordelijkheid te nemen over de kinderen, denk ik. En ja, als er dan zo'n dreiging heerst, dan is het je ook voor iedereen denk ik beter dat dan zo'n reis gewoon wordt afgelast. Want je gaat er wel heen als scholieren, gewoon om iets te leren en gewoon om een... Ja, gewoon een leuke reis eigenlijk wel. En als er dan zoiets is gebeurd, dan is dat eigenlijk al niet meer mogelijk.